Straks zie je alles weer, dat is ook. Welkom bij het Adelsjournaal. Vrijdag natuurlijk, de vrijdagbobbel. Nou, er staat een bijzondere wedstrijd te wachten op ons. Hè. We gaan naar Ajax, tenminste. Wij gaan niet naar Ajax, wij zijn in het home. Maar de club gaat naar Ajax. En je weet het nooit, hè. Alles is mogelijk. Eén vuile meter naar voren zit Alberto. En dan kapt die microfoon ermee natuurlijk. Fons, gefeliciteerd nog met de overwinning. Ik denk dat je iedereen verrast hebt met je opstelling daar. Ja, ik zeg net al dat we natuurlijk er wel bewust voor hebben gekozen om ook even die strijd aan te gaan intern in de kleedkamer. Dat hoort er ook bij op momenten dat het eens een keer niet loopt. Dan moet je niet weglopen om ook bijvoorbeeld bepaalde vaste waarden een keer op de bank te zetten. Ja, dan wordt iedereen weer getriggerd en... Je ziet ook jongens die dan de kans krijgen, die het eigenlijk allemaal goed gedaan hebben. Of het nou Bas Kuipers is, of Gozens, of Nick Kuipers. Ze hebben allemaal hun bijdrage geleverd. Lorenzen vorige week. Dus het geeft aan dat we meer basisspelers hebben. En dat het niet meer vanzelfsprekend is bij ADO dat je speelt. Ik heb lang vastgehouden aan dezelfde elf. Nou, en wat ik al eens heb gezegd, dat kan heel veel vertrouwen geven aan die basiself. Maar op het moment dat er niet geleverd is, of geleverd wordt... moet je ook niet schromen om in te grijpen. En dat hebben we gedaan. En ik heb er geen spijt van. Ze van de week ook nog iets anders laten zien hier intern. Daar waren ze ook niet heel blij mee. Bijvoorbeeld het aantal tegengoals en de manier waarop. Ja, dat loopt dan hier 2 dagen lang door de catacombes. Ja, dan heb je ook ruzie in de tent. Maar dat is ook wel eens goed. Ja. Dus vandaar. Oké, maat. En dan, Fons. En dan heb je natuurlijk Danny Bakker heb je opgesteld... En dat was eigenlijk mijn enigste verrassing. Hoe lang heb je daarover moeten babbelen voordat je dacht, daar gaan we mee beginnen? Ja, Danny is een speler die je pas mist ook echt als die er niet bij is. Het is echt zo'n cementspeler tussen de linies die de boel bij elkaar houdt, maar die ook slim is. En tactisch in staat is om wedstrijden te lezen. En ja, ik ben altijd, dat weet iedereen, gecharmeerd geweest van hem. Ik heb hem ook gelijk opgesteld toen ik kwam als trainer. En hij is nooit uit de basis geweest en hij heeft een vervelende blessure gehad. En we hebben ingeschat, op een gegeven moment kan het of kan het niet. Hij heeft eerst bij Volendam gespeeld, een halve wedstrijd in Eindhoven. We vonden de tijd rijp om er te gaan staan. En toen heeft hij het eigenlijk goed ingevuld. En heeft hij voor mij, wat mij betreft, een dikke, dikke voldoende gespeeld in Zwolle. Ja, vond ik ook. En dan gaan we blij naar huis. En maandag hebben we hier een tweede. En zie ik ook waanzinnige dingen. Ja. Maar dan denk ik, dit elftal, want ik heb geloof ik een grapje tegen gemaakt voor die wedstrijd. Ik zeg, stuur voor de Gerne tweede naar Ajax. Ja. Stel je voor dat je dan wint, dan is het tot Hoofddorp afgezet, die snelweg. dat ken natuurlijk niet. Toen we die wedstrijd zagen, toen zagen we allebei dat niet kon. Nee, dat klopt. Nee, maar luister, het is heel simpel. Wat ik vind bij ADO in het belofteteam. Zoals afgelopen maandag, daar spelen een aantal jongens in. Die hebben echt hier de toekomst. Ja. En dat is echt zo. Ja. Dus er komt een moment inderdaad dat je ook gaat doorselecteren. En dat er ruimte wordt gemaakt voor dit soort spelers. Hè. Want die doen het gewoon goed. Ja. Wij zijn tevreden over Goppel. We zijn tevreden over Pinas, Polly, Van Kins die goed kan voetballen. Dat zijn allemaal jonge jongens die onderweg zijn naar iets. Wij willen ze heel graag dat perspectief geven. Alleen, je moet ook wel eens een klein beetje geduld hebben als jonge speler. Het gaat niet zo dat je ze van de een op de andere dag 4, 5 jonge jongens zomaar, hup, ga maar staan. En we gooien 5 basisspelers in de sloot. Zo werkt het ook niet. Want dat zijn ook jongens die voor mij, sinds ik hier ben, een goede job hebben gedaan. Dus het is altijd een beetje manoeuvreren. 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 Je weet het, hè. Het is altijd, dat is een Leids woord, hè? Ja, ja, net zoals dat de telefoon turing zegt. Juist. Ja, ja. Maar en dat dan je, over jouw winning. Om een verhaal af te maken, ja. dat je altijd bezig bent natuurlijk. En met het nu en ook met de toekomst. En ik denk echt dat ADO toekomst heeft als ik zie wat er maandag allemaal op het veld stond. Ja want je hebt ook Sang de hele wedstrijd laten spelen. Ja. Is het dan niet verrassend dat je middenvelder Maarten Rieder de 2 doelpunten maakt?
Ook een jongen met heel veel kwaliteit. Dus dat is geen verrassing. Want als je is dat een beetje de Nassau van het gezien? Eerste? Ja, er komt natuurlijk ook ruimte. Door de loopactie van Zhang komt er ruimte in het centrum waar hij dan induikt. Ja. En dan met een stiffie scoort. Dus het was echt een perfecte goal, ook een goede paas. Ja, dat zijn wel dingen natuurlijk waar ik ook van geniet. En die twee goals, die waren gewoon prima. Hè? Goppel die hem breed legt, ja. De eerste. Ja. Niet zelfzuchtig. Gewoon hele goede goals tegen een sterk Willem II. Met al zijn wisselspelers. Ja, daar zijn die wedstrijden voor. We hebben ook bewust een keuze gemaakt van die jonge jongens moeten ook die wedstrijden spelen. Ja. Daar worden ze beter van. Ja, dus Zhang liep in de spits. Ja. Denk je daarbij na om zeg maar bijvoorbeeld tegen Ajax te starten met hem? Hij is goed ingevallen tegen Zwolle. Hij wordt fitter, hij wordt sterker. Dus hij is op de goede weg. Nou, ook hij behoort dus nu bij die 23 fitte spelers die we hebben. Dus ja, ga de strijd maar aan. Ja. Laat me zien wat je wil. Oké, de laatste maat, de opstelling. Hoe zitten wij daarnaast allemaal weer deze keer? Ja, ik denk dat je er wel weer naast zit. Oké, nou, een goede wedstrijd en ik hoop een mooi resultaat. Dan heb ik nog een speciaal verzoek voor de supporters. Zoals jullie weten, tenminste of je weet het niet, Piet Kuyt. Piet Kuyt is ziek, knokt onwijs, is onwijs veel kilootjes afgevallen. Ik vind dat hij wel een kaartje. Ik ga een kaartje sturen, ik hoop dat jullie ook een kaartje sturen. Dat zet ik even hieronder. Hè. Want ja, dat is toch die steun van die clubmensen die nodig hebben. Dan heb ik er nog één. Geertje Dekker-Klen van V-Support. Die kennen we allemaal natuurlijk. Nou, we weten allemaal dat het een grote, stevige jongen is. Maar nou is de rug is bezweken. Been beklemd. Hij ligt in het ziekenhuis in Leienburg. Dus ook naar hem, hier zijn kamer, sturen we ook kaartjes naartoe. Ja, toch? Yo, starke. Ja, ik ken natuurlijk alleen maar nou met Hagenezen praten natuurlijk. Je staat je bent toch een Hagenezmaat? Ja, ze zeggen het. Ze zeggen het. Ja. Ik woon daar nog steeds. Hi. Ik ben er geboren dus. Ajax. Nou, je weet zelf hoe dat leeft bij ons. Ja, tuurlijk weet ik dat. Genoeg wedstrijden gespeeld in de arena. Ja. Ja, toch ook wel eens gelachen? Zeker, heel vaak gelachen. Ja. Ja, ik hoorde Jim net zeggen dat je de enige nog was met dat shirt. Of dat je in dat shirt had gestaan? Ik denk Swinkels ook. Ja, Robert. Ja, ik denk dat Robert er ook bij was. Ja Robert. Okay. Ja, tuurlijk. Ja, Robert speelde natuurlijk al 12 jaar of 13 jaar achter elkaar. Ja, dus. Maar ja, wie stond er toen in het goal? Ja, dat weten we niet, man. Coutinho. Ja, daarom. Ja. Daarom. Dan was hij toch weer scherp, die Jim. Ja. Maar goed, we hebben het nou over het ADO-journaal, maat. Ja. Nou, je weet zelf dat het onwijs ligt. Kijk, het is moeilijk. Want het is op het moment, denk ik, met PSV zijn het de twee topclubs van Nederland. Ja. Dus dat is sowieso een moeilijk verhaal. Maar als ik dan verleden week zie bij Zwolle hoe je... Ja, zeg maar ongelukkig twee doelpunten om je oren krijgen en dan toch met je team, kom op jongens, en toch weer gelijk en dan de overwinning eruit trekt. Ja, dan is daar ook alles mogelijk in de arena. Ja, nee, dat denk ik wel. We zitten in een moeilijke fase natuurlijk. Ja. Misschien hebben we daar in gezeten en is dat nu voorbij. Ja. Je weet nooit wat voor resultaten we inderdaad zondag in de arena halen, maar... Ja, we hebben in een moeilijke fase gezeten. En als je dan ziet dat je toch weer de veerkracht toont afgelopen zaterdag tegen Zwolle. Dat toch weer het oude groepsgevoel van vorig jaar naar boven komt. En dat nog steeds niet verdwenen is. En we hebben wat ongeluk gehad dit jaar. Wat fouten. Wat ongeluk. Kut goals tegen. Ja, kut goals tegen inderdaad. Ja, dat mag een piep. Mag piep. Niet zeggen. Oh, maar... dat is vervelend geweest. En als je ziet dat we dan toch nog veerkracht tonen, dan denk ik dat er zeker wel wat mogelijk is in Amsterdam. Maar Ajax is natuurlijk een fantastische ploeg, spelen heel goed. Volgende ronde de Champions League gehaald, PSV niet. Ja, dat zeggen we wel wat. Vooralsnog, Roberto, het balletje is rond. En, ja, ken allemaal. Hun gaan volop de aanval, denk ik. En voor ons komt er dan ook ruimte om eruit te komen met snelheid. We moeten kijken of er daar gewoon wat te halen valt. En we moeten sowieso proberen om de eerste tijd door te komen daar en geen goal tegen te krijgen. Want je weet, als je tegen Ajax 1-0 achterkomt binnen 5 minuten, dan wordt het natuurlijk een lastig verhaal. En dan moet je op een gegeven moment moet je wel wat gaan forceren. Ja, dan krijgen hun natuurlijk ook ruimte. Ja, en daar zijn hun heel goed in. Ja. Maar Fons die was vandaag voor het eerst volgens mij dat hij geheimzinnig trainde. De eerste drie kwartier was zonder pers. Is dat een speciale reden? Nee, eigenlijk niet echt speciaal. Maar het was eigenlijk een beetje een probeersel hoe dat is om zonder pers te trainen. Wij hebben natuurlijk nooit de mogelijkheid daartoe. Nee.
Nou ja, toen ik bij Feyenoord speelde, was natuurlijk gewoon dat ze het hek dicht deden. Ja. En dan kon er niemand binnen. Ja, hier kan je moeilijk het hek dicht doen, want iedereen mag gewoon het stadion in. Ja. En iedereen is gewoon, voor iedereen is de ingang is vrij. En iedereen mag komen en gaan wanneer ze willen. En het was het gewoon een test om te kijken van, hoe zit dat nou? Maar ook met voor de training. Ja. We doen ook altijd een pre-activation, heet dat, een voorwarming-up. En daar hebben we nu andersom gedaan. En met beelden erbij hebben we wat vroeger zijn we opgestart. Videobeelden gekeken en daarna zijn we gewoon echt om 10:30 naar buiten gegaan. En ook heeft het ermee te maken omdat we straks natuurlijk nog een tweede training hebben. Ja, jullie dus dat was gewoon een beetje eigenlijk een test. Vanmiddag trainen jullie weer, maar die is besloten? Ja, die is binnen. Die is binnen. Ja, ik heb het net met je over die geheimzinnige drie kwartier. Ja, ik kijk nooit meteen naar mijn telefoon als er berichtjes zijn. En als er onderweg op die scooter hoor ik ook niet. Dus ik had het bericht niet gekregen dat de pers niet mocht kijken. Dus ik heb wel gekeken. Okay. Hoe vond je dat het ging? Dat probeerseltje. Ik denk prima. Ja toch? Was wel lachen. Prima. Ja, was wel leuk toch? Ja, vond ik ook wel. Maar ik denk niet dat we zo gaan spelen. Okay. Dat denk ik hoor, persoonlijk. Heb je het met Fons over gehad? Nee, ja, ik heb even geprobeerd, maar dat lukt toch niet. Okay. He, want als hij niet wil praten, dan wil hij niet praten. Nee. Maar dan denk ik, haagenezen onder elkaar. Ik heb misschien wat mij anders hij er morgen naast. Dat is ook minder. Als jij nou gaat vertellen. Dat, hoezo dan? Vertel het. Dat we met 5 aanvallers spelen en 2 verdedigers. Ja, nee. Oh, dat heb jij niet verteld toch bij het ADO-journaal? Nee, dat heb ik niet verteld. Nee. 5 aanvallers. Ja, we gaan er gewoon voor. Luister maat, jij weet dat wij daar niet naartoe gaan. Dat weet je. Nee, dat mag niet hè? Nee, dat mag niet, maar we willen we ook niet ook. Nee. Want wij hebben altijd een feestje in de Supporters Home. Nou, deze keer is weer het Supporters Home. Dus dat jullie het weten hè. Supporters Home is open vanaf 11 uur. Groot scherm, dus we kunnen met z'n allen naar die wedstrijd loeren. En wie weet, hè, als we winnen, wordt het een waanzinnig feest. Terwijl Ronald van der Geer op zijn klokje staat te tikken. Ligt aan het resultaat. Tot hoe laat? Ligt aan het resultaat. Dat zijn de uitspraken, maat. Ja. Maak je hard, hè. Morgen nog 1 keer trainen. Oh ja, kunnen we ook doen, hè. Morgen een beetje aanmoedigen, jongens, op die training. Ik verwacht 10.000 man. 10.000? Nee, dat gaat niet lukken, maat. Dan moeten we kaart verkopen. Nou, nee. Min een nul dan. Ja, 1000 man morgen minimaal op die training. 10:30 gaan we beginnen. Yo! Nou, ik zei toch, Hagenese. Danny ook natuurlijk. Eerst eventjes, ik had het met de trainer daarover. De hele opstelling was natuurlijk een verrassing voor de meeste mensen die altijd online die opstellingen zetten. Vermoedelijke opstellingen. Iedereen zat ernaast. Mijn grootste verrassing was dat jij erin stond. Ja. Jij zelf ook? Of had je wel het idee dat je er klaar voor was? Aan de ene kant was ik wel verrast. Alleen aan de andere kant weet je dat het wat minder ging. En moest misschien wat veranderd worden. 2 dagen voor de wedstrijd vroeg de trainer aan me. En toen had ik zoiets van, ik heb nog 1 dag nodig om te denken van of ik klaar ben. En een dag later vroeg hij het en ik vond dat ik klaar was. Dus ik wilde gewoon spelen ook. Ja. En wij waren alweer blij met Bakker op middenveld. Hoe voor jezelf dat gegaan was? Prima. Helemaal voor de eerste wedstrijd winnaar na 3 maanden blessure leed. En het is natuurlijk ook hartstikke fijn dat je dan de 3 punten meeneemt. Ja. En dat geeft gewoon weer een boost voor de opvolgende wedstrijd. Maar voor mezelf is dat ook wel lekker. Heb je nog last gehad van die wedstrijd? Want ik had het idee een beetje maandag een beetje plank of zo. Dat je een beetje stijfjes was. Nee, ik had afgelopen zaterdag in sommige situaties was ik wel, zak er wel doorheen. Maar je wilt er dan ook niet uit natuurlijk. Kan je helemaal niet als je 3-2 maakt. Maar ik heb wat reactie gekregen zondagavond. En daar heb ik eigenlijk de hele week wel last van gehad. Eigenlijk sinds vandaag dat ik wel echt... Dat het weg is. Dat ik me goed voel. Dus gelukkig is dat op tijd voor zondag. Ja, dat is niet omdat je al zo lang prof bent dat je weet van... als ik vrijdag zo ontsluit, dan speel ik toch wel. Nee, ja, het is merendeels even kijken hoe het gaat met je blessure. Ja. En na 3 maanden niet spelen, dan is het al pittig. En helemaal als je van een blessure afkomt natuurlijk. Ja. En de trainer zei ook dat je een vervelende blessure had. Dat het een vervelende blessure was. Heb je dat zelf ook zo ondervonden? Ja, er zijn zelfs mensen die weten begot niet wat je had. Omdat het natuurlijk vanwege die AVG, die wet, weet je wel, mochten we niet vragen of zeggen wat jij had.
Mag je er nou wel over praten? Nee, ik wil het toen zelf niet over hebben. Okay. En dat doe ik nu nog steeds niet. Okay. Dus, maar het was wel een fikse blessure. Het was wel een vervelend blessure. En ja, daar heb ik wel even hinder van gehad. Het ging op een gegeven moment goed. Alleen heb ik een behoorlijke terugval gehad. Ja, en die werkte me echt heel erg terug. En dat duurde gewoon weer echt minimaal een paar weken om weer er bovenop te komen. Ja. En toen moest je dan nog weer fit raken natuurlijk. Ja. Maar je bent al fit, maat. Ik denk ook wel dat de trainer je gaat gebruiken zondag. Wat denk jij zelf? Ajax, voor ons Hagenese speciaal toch? Ja, tuurlijk altijd. Dat was in de jeugd al. En dat zijn de mooiste wedstrijden waar vader mag uitkomen. En ook in de arena. Je weet dat het natuurlijk lastiger wordt in de arena dan hier. Gek genoeg. Ja. Maar we doen er alles aan om zondag een resultaat te halen. Ja. Dakje open of dakje dicht? Maak je geen reet uit. Nou, liever meestal wel dakje open. Bij Vitesse heb ik dat wel eens gehad dat het dakje dicht was. En dat je, een beetje benauwd. Dus bij Ajax heb ik het eigenlijk nog nooit over nagedacht. Maar liever dakje open. Ja, dakje open. We moeten regen kunnen voelen. Ja, precies. Een kleine voorspelling. Ik weet, jij en ik die willen nooit geen voorspellingen doen. Kleine voorspelling. Ik vind het wel leuk om te weten wat jij denkt dat het gaat worden. Ja, dat is heel moeilijk. Ik denk dat. Nee, maar het is helemaal niet moeilijk. Wij winnen. Ja, ik denk dat Ajax in een goede fase zit. Ja. En ze hebben natuurlijk dinsdag wel een wedstrijd gespeeld. Maar dat geeft wel weer even zelfvertrouwen omdat ze door zijn. Ziyech waarschijnlijk niet. Ja, ze missen misschien Ziyech. Dus dat is natuurlijk een hele belangrijke speler. Hele goede speler voor Ajax. Ook voor de Eredivisie. Ja. Dus ik ben benieuwd. Wat ik net zeg, we hopen gewoon resultaat te halen. En ik doe niet aan voorspellingen. Nee, goed zo, maat. Maar ik durf wel te voorspellen. Als we per ongeluk winnen, want we gaan in het home kijken. Mm. Als we per ongeluk winnen, dan denk ik wel een snelweggie. Hè? Snelweggie. Dat is lang geleden, hè? Dat is lang geleden, maar. Hoe lang is dat geleden dan? 7, 8 jaar? 8 jaar? 8 jaar. Ja, ik heb nog een cameraman met geheugen. Ja, die met verstand. Dus, ja. Oh, André, jij hebt weer geen verstand. Zegt die niet, hè? Ik zeg het niet, hè, maat? Nee, dat is niet waar. Nee. Nee, ja, dat zou mooi zijn als je daar een resultaat pakt en elke punt telt voor ons. En dat is niet anders zondag. Ja, wil jij dan, als we terugrijden en we hebben gewonnen, wil jij dan in de bus duidelijk maken dat er niemand op de bar gaat zingen? Hè? Niemand mag zingen op de Lexi, bar. Lexi mag niet zingen. Ja, dus, Lex mag alleen Lex niet zingen. Zingen. Oké. Okay. Maar maat, ik ben blij dat je weer op het veld bent. Dankjewel. En ik heb genoten van je. Dus ik zie je later weer. Dat is goed. Dit was het ADO-journaal. Kijk volgende week weer naar de Vrijdagbabbel. Later!